Met uw welnemen gaan we even naar de 44e minuut van de eerste helft. Scheveningen lijkt te scoren. Wat ziet u? Op het moment dat die bal richting het doel gaat, raakt hij de lat. Hij stuit naar beneden en komt terug het veld in. Op dat moment, ik sta zelf schuin links voor het doel, ongeveer op de 16 meterlijn. Het spel gaat door. Op het moment dat die bal terug naar de grond gaat, kijk ik naar rechts, naar mijn assistent. Die doet op dat moment geen vlagsignaal, wat wij normaliter zouden verwachten. En de bal die wordt direct diep gespeeld het middenveld op. Ik draai hem om, omdat op dat moment was voor mij in eerste instantie geen doelpunt. Ik volg het spel, de bal is op het middenveld in het spel. Zonder dat het spel onderbroken is, krijg ik een piepsignaal en wordt mij geagendeerd door de assistent aan de zijlijn van kom even bij mij. De bal die werd teruggespeeld naar de keeper, ik fluit. Ik ga met hem in overleg en hij zegt van, ik had wellicht iets eerder een signaal kunnen geven, maar de bal is ongeveer 20 centimeter over de lijn. Dus moet ik constateren dat alsnog een doelpunt wordt toegekend. Twijfelde uw assistent? Nee, de assistent twijfelde niet. Alleen er was wellicht sprake van een klein misverstand. Door het geven van de vlagsignaal had hij voor mij op dat moment direct duidelijk aan kunnen geven dat het doelpunt was. Vervolgens staat er een hele hectiek. Hoe gaat u daarmee om? Rustig blijven, ik snap de emotie. En op dat moment even de emotie uit laten razen. De aanvoerder even bij me roepen van aanvoerder, het is een doelpunt. Nu verwacht ik ook voor jou dat we verder kunnen gaan. Hou je spelers nu ook even in toon. Heb daar ook even begrip voor. Want ik had ook gele kaarten kunnen gaan geven. Dat heb ik heel bewust niet gedaan, maar dus olie op het vuur. Dus ik heb gezegd van, ik snap de emotie, maar we moeten wel verder. Hoe zijn jullie met z'n drieën, noem ik dan, de arbitrage de rust in gegaan? Ga je er nog over napraten? Tuurlijk gaan wij erover napraten. Maar we hebben gezegd, de tweede helft is gewoon de tweede helft. We moeten verder. Let op, er kunnen ook irritaties ontstaan, dus wees er wel heel scherp op. Net als anders hoe je een wedstrijd begint. Hoogst ongebruikelijk moment, heeft u zelf zoiets eerder meegemaakt? Nee, het is een samenloop van omstandigheden en een misverstand. En jammer dat het gebeurt. Maar ook dat is inherent aan het spelletje. En als u de beelden vanavond terugkijkt, dan kunt u met een gerust hart zeggen dat het een terechte beslissing is geweest? Ik ga af op mijn assistent en die zegt 100% zeker, de bal was achter de lijn. Dus daar moet ik op afgaan. Dus u heeft eigenlijk gewoon uw werk gedaan? Ik vind dat ik op dat moment mijn assistent moet volgen. Die staat daar om een waarneming te doen en hij neemt dat waar. Klaar. Uiteindelijk goed gevoel overhouden aan deze wedstrijd? Nou, kijk. Het zijn altijd vervelende dingen en daar zul je aan herinnerd worden. Dus dat is iets, een leermoment voor de volgende keer. Het is jammer dat het gebeurt, want dat geeft je geen goed gevoel. Wij zijn ook sportmensen, we willen alles goed doen. Maar je moet ervan leren. Okay. Dank u wel. Graag gedaan.